Lege tribunes, ze zijn bijna kenmerkend voor FC Emmen. Tijdens het afgelopen seizoen haken veel mensen af. Behalve de trouwe aanhang, die is er elke wedstrijd. Om die supporters te bedanken verlaagt de voetbalclub de prijzen. De tribune aan de lange zijde wordt 50 euro goedkoper, die achter het doel 35 euro. En seizoenkaarthouders die hun abonnement verlengen krijgen nog een extra korting. Hiermee hoopt FC Emmen weer een vol stadion te krijgen. Met elkaar moet je gaan doen. En daar horen supporters bij, daar horen sponsors bij. Dat er volle tribunes zijn, dat dus voor een sponsor is het aantrekkelijker. En eh, nou ja, alles valt bij elkaar. Ik bedoel, dat is een, de kracht van de combinatie, dat moet weer naartoe. André van der A van de supportersvereniging is blij met de actie. Naast de prijsverlagingen is ook het sfeervak op verzoek van de supporters verplaatst van een vak 26 naar een vak 27. Ik vind gewoon het stadion moet weer moet weer gaan bruisen. Uh, we moeten ervoor zorgen dat we de eerste wedstrijden van het aankomende seizoen dat we gewoon weer prestaties op het veld neerzetten. En dan hoop ik dat inderdaad de mensen deze kant weer opkomen. En dan, dan, dan heeft dat gewoon ook een, een, een goede uh, uh, weg weer naar, naar, naar een, een breuzend iets. Seizoenkaarthouders die van de dubbele korting willen profiteren, moeten voor 29 juni hun abonnement verlengen. Maar de vraag is of ze dat doen. Ik denk aan de andere kant dat mensen misschien toch nog wel een beetje afwachten. Ik bedoel, 29 juni is natuurlijk nog redelijk ver weg. Uh, het is wel zo dat je, uh, wil je de mooiste plekken hebben, dan, dan zou ik maar zo snel mogelijk heen gaan. Aan de andere kant wil een supporter natuurlijk ook graag weten welke spelers er eventueel komen en uh, hoe we dat doel volgend jaar uh, gaan bewerkstelligen. De supporters die verlengen voor eind juni krijgen ook nog eens een gratis kaartje voor de oefenwedstrijd tegen FC Twente. Zodat hopelijk de tribunes van het stadion vol zitten met juichende fans.